Ik zeg je één ding, ik ben een eenling. En met een mening waar menigeen in meeging. Of nog in mee moet gaan. En met een woordspeling als een oorstreling. Dit is dat ding, ik ben niet te verslaan. Ik zeg je één ding. Willem Sem en Ronald van Raaphorst als V-kwadraat met hun eigen nummer 1 ding uit 2003. Ze leveren een prachtige bio in en daar moet je verder dan gewoon van afblijven als presentator, alleen maar voorlezen. Hier komt hij. 10 jaar geleden lieten we voor het eerst ons gezicht zien met het nummer De Vier Elementen. In 2003 keerden we terug als duo V-kwadraat en DJ BKR met het nummer 1 ding. In 2006 hebben we onze bijdrage geleverd aan 15 jaar de grote prijs en nu 5 jaar later staan we er weer. Ook in 2041, als de grote prijs 50 jaar bestaat en als de producenten zich met rollators over het toneel begeven, zijn we weer van de partij. Die staat. In de tussentijd houden we ons gewoon bezig met saaie kantoorbaantjes, geld verdienen en van het leven genieten. De hip-hop hebben we inmiddels ingewisseld voor volwassener muziek. Paolo Nutini, Kings of Leon, Herbie Hancock en Jimi Hendrix, om maar even wat te noemen. Hip-hop past helaas niet meer bij onze levensstijl, want zeg nu zelf. Een wijde broek met het kruis op de grond, dat smoelt toch niet echt voor de klas of binnen het managementteam? Maar goed, eens in de zoveel tijd maken we een uitzondering. We are proud to be here en we doen graag ons ding. And we are proud to meet them again. Willem Sem en Ronald van Raaphorst met hun eigen nummer 1 ding uit 2003. Uw speciale aandacht voor V-kwadraat. Okay, let's take it from here. Ik zeg je één ding, ik ben een eenling. En met een mening waar menigeen in meeging. Of nog in mee moet gaan en met een woordspeling als een oorstreling. Dit is dat ding, ben niet te verslaan. Ik zeg je één ding. Gast, wat doe je? Moet je niet verder gaan met die beat? Willem, luister. Het is 2011. Klopt. We hebben dit nummer in 2003 gedaan. Dat is ook waar, dat is allemaal waar. We moeten eerlijk bekennen, we hebben het nummer af moeten stoffen. Dat is ook waar. Dat pak, dat kan niet meer. Dat pak kan niet meer, dit is mijn fucking hiphop pak, wat ik al 10 jaar heb, ja. Dat doe ik er niet uit. Maar we lopen net te verkondigen dat dat niet meer past. Maar heb je trouwens dat eigen pak van jezelf al gezien? Dat is veel te wijd, ik weet niet hoe dik jij toen was, maar... Ja, dat is wel wat af inderdaad. Ik stel voor dat we het nummer gaan afstoffen. We gaan, dus het moet gewoon 2011 worden. We gaan het dikke pak maar uit doen. Oké. Maar Ronald, vond jij die beat wel heel vet die je net opzette? Die jij net opzette en hebt uitgekozen? Was geen vette shit, ouwe. Vond ik ook niet. Misschien is het een ideetje. Als jij een nieuwe beat gaat zoeken, ik weet niet of je nog andere platen bij hebt. Uiteraard, daar ben ik DJ voor. Ga je gang dan. Ga ik doen. Iets anders. Want ik vind het wel eens jammer dat er geen backup MC bij zit. Dus ik heb iets bedacht. En dat kun je nu daar zien. En dat is het refrein wat ik nog 1 keer met jullie door ga nemen. Ik doe het eerst 1 keer. En wat je dus kunt zien, is dat er aantal woorden, die zijn groot gemaakt, onderstreept en dik gedrukt. En het is dus de bedoeling dat jullie die mee mogen doen. En er zijn misschien mensen in jullie in de zaal die ritmisch niet van dermate kwaliteit zijn dat alles mee kan gaan. Maar wat we laten we afspreken, dat het laatste dikgedrukte dingetje, dat is dit is de ding. Dat kan iedereen meedoen. En dan zijn er nog andere mensen die dus ook, als je het aandurft, dan kan je die dikgedrukte andere woorden doen. Dus ik lees hem nog 1 keer voor en dan mogen jullie meedoen.
Dus het is, ik zeg je één ding, ik ben een eenling en met een mening waar menigeen in meeging of nog in mee moet gaan en met een woordspeling als een oorstreling, dit is dat ding, ben niet te verslaan. Maar dat zeg ik. Zijn jullie er klaar voor? Laten we dan twee keer a cappella gaan proberen. Ik zeg je één ding, ik ben een eenling en met een mening waar menigeen in meeging of nog in mee moet gaan en met een woordspeling als een oorstreling. Dit is dat ding, ben niet te verslaan. Ik zeg je één ding, ik ben een en met een waar menigeen in of nog in mee moet gaan en met een woord als een oorstreling. Dit is dat ding, ben niet te verslaan. Lekker, lekker. Heb jij misschien hem op. Heb je een beat gevonden? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, een hele speciale beat. Jij zit... Een speciale beat? Ja, ik heb deze uitgekozen voor Vreed. Dat is mijn maat. Je maatje Marco Rijkoff, zeker? Oude tijden en reizen. Jamcorder, je weet toch. Zullen we hem even oefenen? Goed idee. Komt-ie. Ik zeg je, ik ben een... En met een... Waar menigeen in meeging. Of nog in mee moet gaan. En met een woord. Als een... Dit is dat ding, ben niet te verslaan. Ik zeg je één ding. Ik ben een en met een mening waar menigeen in meeging of nog in mee moet gaan en met een als een ben niet te weerstaan. Volgens mij zijn we er. Volgens mij zijn we er. Kunnen we gewoon beginnen? Ga ik hem scherp zetten? Ga je hem even lekker scherp zetten? Ik moet nog best wel pissen, dus ik ga nog even. Heren Gewaard, zijn jullie er klaar voor? Dat klinkt lekker. Komt-ie. Mijn blaas is leeg. Ik zeg je één ding, ik ben een eenling. En met een mening waar menigeen in meeging of nog in mee moet gaan en met een woordspeling als een oorstreling. Dit is dat ding, ben niet te verslaan. Ik zeg je, ik ben een en met een mening waar menigeen of nog in mee moet gaan en met een als een. Dit is dat ding, ben niet te verslaan. Ik zie vele gasten met hun stilo's, ik vind het stijloos. Het zijn de bilo's, ze maken me boos. Dus met meer wijsheid dan Aristoteles geef ik ze totaal les in mijn eigen stijlfiguren. Dus ook met Lito Desio, want ik voel me relaxo. Dus ik doe een espresso, drink cappuccino om wakker te blijven. Ik zie die gasten verstijgen, dus ik neem ze te grazen. Ze doe het gras in de wijn. Ik pis ze met paas en heb er een paar drankje weg. Pink sterrenwijn. Ik zeg je één ding, ik ben een eenling. En met een mening waar menigeen in meeging of nog in mee moet gaan en met een woordspeling als een. Dit is dat ding, ben niet te verslaan. Ik zeg je, ik ben een. En met een mening waar menigeen in meeging of nog in mee moet gaan en met een. Als een oorstreling. Dit is dat ding, ben niet te weerstaan. En wat ik maak is geen muziek. Nee, het is muziekelijk, zakelijk. En je noemt het smakelijk. Ik kom met hiphop van de bovenste plank, klank voor klank. En mede klinken naar klinker en elke dis maak me weer linker, ik bedenk in die stinker, want ik ben een uitblinker. Heb met moppen en ten intermezzo, bedenk mijn tekst zo, men vindt het vet zo. Had je nou nog wat, ja? Rijmwoorden heb ik zat, ja, dus ik drop maar ruimte als kat, ja. Wie doet me dat na? Ik ga het veld op en noem het hip-hop. Ik zeg je één ding, ik ben een eenling. En met een mening waarmee degene niet meeging of nog in mee moet gaan en met een woordspeling als een oorstreling. Dit is dat ding, ben niet te verslaan. Ik zeg je, ik ben een en met een mening waar menigeen in of nog in mee moet gaan en met een als een oorstreling. Dit is dat ding, ben niet te weerstaan, ja, oké? Okay? Oké, ik ben een fantast, maar vorm geen fiasco. Daarom hot als Tabasco, deze keer solo. Ben een hiphopper, sta dus niet in een polo. We goochel met die woorden als met een diabolo. Ben zo dubbelzinnig, schrijf mijn rijms in Duplo. Speelde vroeger met Lego, maar nu boost ik mijn ego.
Dus je kunt niet van me winnen, want je hebt die fantasie niet. Ik ben ontketend als Houdini. Je voelt je klein als Inimini of Minimi. Lijkt als een chick zonder bikini, Irimini. Dus jij bent Inimini, maar je bent mij niet, dus Inimini. Mijnie, mijnie, mo. En geef het op, yo. En geef het op, yo. Voor deze MC met de doopste flow.